Hi. Hello. At 3:30 today, USA, the Agency for International Development, will be unveiling the brand new Ebola personal protective equipment suit. This is what the old Ebola suit looks like, very uncomfortable. The glasses fog up within 30 seconds. You are pouring sweat. So we decided to do an open innovation challenge that we put out around the world, and in a few weeks got 1,500 ideas from technologists and innovators and fashion designers from around the world. And today at 3:30 down the hall, we're unveiling the brand new Ebola suit, which will protect health workers, and it's much more comfortable. You can check it out here down the hall, USAID. Okay, we will be there. Yeah, and we can do it's the first world live demo of it. Okay, we will be there. 201. Okay, we will be there. Zo gaat het hier als je op South by Southwest bent. Je komt mensen tegen die je probeert te werven voor een van de presentaties. Want er zijn enorm veel presentaties op dit moment. Dus ze hebben een open innovatietraject gedaan. Voor een Ebola suit, een Ebola pak. Wij gaan nu naar een heel andere track, want fashion is ook een onderwerp wat speelt bij South by Southwest. En hoe innovatie daar een rol speelt. Pauline van Dongen is de Nederlandse deelneemster die solarenergie en mode combineert. En zij presenteert hier binnen haar nieuwe vinding. So a big part of my work evolves around creating something that is new. It's about adapting knowledge and processes from outside my design field and looking at how fashion can benefit from it. Pauline van Dongen, techniek komt je letterlijk steeds dichter op de huid te zitten. Hè? Ja, absoluut. Ja. Wat heb je aan? Ik heb een van mijn nieuwste solar ontwerpen aan. Dit is een solar shirt. En, het is voortgekomen uit een samenwerking met Holst Center in Eindhoven. En waarbij we flexibele zonnecellen hebben gekoppeld met flexibele elektronica. Printed electronics. En daardoor een nog betere combinatie met textiel hebben kunnen maken. En waarom is dat belangrijk? Wat is er handig aan? Nou, met dit shirt, als ik hiermee in de zon loop, kan ik allerlei devices, portable devices, opladen. Onder andere mijn telefoon. Ja. Dus ik kan mezelf van energie voorzien op deze manier. Ja. Hey, en wanneer komt dit voor een groot publiek beschikbaar? Ik denk dat we binnen 2 jaar dit wel op de markt kunnen hebben. Ja? Ja. Het hangt nu vooral af van de kosten van de zonnecellen. Dat is de grootste beperkende factor. Maar zodra die voldoende omlaag is, is dit klaar voor de markt.